De volgende ochtend worden de hobbykoks in Brussel verwacht voor de tweede en beslissende kookopdracht. Ook Gert de Mangeleer is naar de Zuidmarkt afgezakt. Het Belgische Valhalla van Arabische smaken en geuren. Jongen, je ziet wat hier allemaal ligt. Hè? Zot, en die geuren. Ik ben enorm zot van komijn. Hè? Ja. Fenomenaal. Komijn zit dus overal in. Hè? Hier die look. Zou dat zoetzuur zijn? Proef het een keer, hè. Mag die loken geproefd worden? Maar ja, nee, jongen, ik kon dat niet proeven. Hard wil dat proeven. Nee. Voor veel goed, hè. Nee, no, dat is te duur, hè. Nee, ze zijn pas duur. Dat is een deel van de passie. Op zoek gaan naar die nieuwe smaken, nieuwe ervaringen. Het is een reis naar een ontdekking naar nieuwe texturen, smaken, kruiden. En eigenlijk, hé, lekker koken, dat is gewoon één grote wereldreis. Zit daar nog power op, hè. Misschien ga ik jou meenemen, zeker? Ja. Er zijn hier ook verse harissa. Misschien wel een keer leuk om... Een beetje citroen. Wanneer komt bij de citroen? Misschien voor elk één, hè. Er zijn nog maar 9, zeker? Ja, maar 9 citroen. 9 citroen confit, s'il vous plaît. Oké. Dat zit. Genoeg, zeker? Feesten. En waren ze sterk? Waren ze goed? 1 of 2, die waren iets minder. De rest was allemaal zeer, zeer goed tot echt supergoed zelfs. En wie was er minder? Karel, die was echt niet goed. En dan ja. Sofia, dat was ook een beetje minder. Au revoir, merci, au revoir. Sergio en Gert vullen met hun nieuwste aanwinsten de ingrediënten aan voor de volgende kookopdracht. Lamsvlees met een Arabische toets. Citroentjes. Ik verwacht van de hobbykooks vandaag dat ze er gewoon van wakker gelegen hebben. Gedroomd hebben van hun dagje Antwerpen. Dat ze dat vandaag gaan vertalen in een superbord in combinatie met lamsvlees. Dat verwacht ik vandaag. Bram wil vandaag alle registers opentrekken. Ik ben vandaag heel gedreven. Na gisteren, commentaar van uw smaken, ze zitten goed, maar de dressage moet beter. Ik ben thuisgekomen. Ik geloof dat ik een kleine 25 bordjes gemaakt heb. Allee, dus uw borden zien er beter uit. Ze zien er, ik hoop dat ze er beter gaan uitzien. Oniva. Oh, dat is schoon, hè? Je zou het eigenlijk kunnen afvoeren. De hobbykoks gaan aan de slag in een Marokkaanse feestzaal op een boogschut van de Brusselse Zuidmarkt. Hobbykoks. Goedemorgen. Welkom in Oriat in Brussel. Vandaag gaan we aan de slag met lamsvlees. We hebben verschillende delen van het lam. Dus jullie kunnen straks een deel van het lam uitkiezen. Maar ik wil er eigenlijk heel graag een Arabic touch aan. Sergio en ik zijn deze morgen vroeg al gaan shoppen voor jullie. Sumac, komijn, een beetje venkelzaad, harissa, een beetje geconfijte citroen. Een aantal kleinigheden eigenlijk om nog die extra Arabische toets aan jullie gerechten te kunnen geven. Dus denkt goed na, hé, maakt jullie plan en vliegt er dan vol een bak in. Hé. Ik zou zeggen, proef er eerst keer heel goed van. Ja? Analyseert die smaak, kan goed of kan slecht uitpakken. Dus heel goed proeven, heel goed analyseren en dan aan de slag gaan. Ja? Vandaag koken we op 2 verdiepingen. We hebben hier beneden en boven een aantal kookeilanden staan. Dus ik zou zeggen, jullie kunnen eraan beginnen. Succes. Dank u. Iedereen heeft al eens lamsvlees klaargemaakt. Maar de exotische kruiden en specerijen roepen veel vragen op. Een heleboel kruiden, maar echt een heleboel kruiden. Ja, het ligt hier zoveel. Dat ken ik niet. Sumac. Ja, er zijn zeker dingen bij die ik niet ken. En daar ga ik ook afblijven. Dat is iets kei raar, vlees. Ga dat even opeten? Oh. Ja, dat is kei hard. Aan een nieuwe wereld openen. Dat zijn nieuwe smaken dan op je afkomen. Aroma's, parfums, kleuren, geuren. Dus dat is echt wel ja, een beetje zoeken en toch wel een klein risico nemen. En dat maakt het moeilijk.